Dit is de MojoGear Multicolor Mini LED lamp. Hoi, ik ben Twan en in deze video leg ik je uit hoe je deze lamp gebruikt en hoe je hem instelt. Wat zit er in de doos? Het lampje met de diffuser, een opbergzakje waarmee je de lamp altijd veilig mee kunt nemen, een handleiding, een cold shoe adapter om het lampje te bevestigen op een camera of telefoonhouder, een micro-USB kabel om het lampje op te laden. Dit lampje is ideaal om personen of voorwerpen uit te lichten en daardoor krijgt je video's een professionelere uitstraling en met licht kun je ook een bepaalde sfeer oproepen. Met de cold shoe adapter die aan de onderkant van het lampje past, bevestig je deze lamp makkelijk op een camera of een telefoonhouder met cold shoe mount. Dit lampje is super compact. Het is nauwelijks groter dan een bankpas en het past bijvoorbeeld makkelijk in je broekzak. De behuizing die is van metaal, super stevig, gaat heel lang mee, kan wel tegen een stootje. Er komt behoorlijk veel licht uit. Je hoeft dit lampje zelden op het volle vermogen te zetten. En de batterij die gaat tot 10 uur lang mee, een beetje afhankelijk van welk vermogen van het lampje je kiest. Bij dit lampje zit ook een diffuser. Die diffuser schuif je over het lampje heen. En zo'n diffuser breekt het licht en daardoor wordt het licht minder hard. Is het bijvoorbeeld fijner om in het lampje te kijken. Dit lampje heeft zowel een instelbare kleurtemperatuur als een instelbare lichtsterkte. Als je het lampje aanzet, dat doe je door dit knopje een paar seconden ingedrukt te houden, dan kun je kiezen tussen de kleurtemperatuur en de lichtsterkte. De kleurtemperatuur is instelbaar van 5500 Kelvin, dat is wit licht, tot 3100 Kelvin, dat is geel licht, in stapjes van 100. Dus je kunt alle kleuren tussen wit en geel in kiezen. En welke kleurtemperatuur je kiest, heeft heel veel invloed op de sfeer van je beelden. Zo ziet het licht eruit op 5500 Kelvin, dat is dus het witste wat deze lamp kan geven. En dit is 3100 Kelvin en dat is het meest gele licht dat deze lamp kan geven. En ook de lichtsterkte kun je heel makkelijk instellen. Van 1%, dat is dit, tot 100%. Dan komt er echt een flinke bak licht uit. Houd er nou wel rekening mee dat als je de lamp op vol vermogen zet, de batterij uiteraard een stuk sneller leeg is. Heb je nog vragen over de MojoGear Multicolor Mini LED lamp? Laat het ons dan vooral weten. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.